Kijk, daar heb je verhuizers die aan het klooien zijn. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Zoals jullie al wel licht alweer weten, ja. Het is alweer vrijdag 4 juni om 1 uur. Ik zit lekker op balkon. Ik ben even lekker aan het kijken naar de verhuizers. En ik ga die ook zo meteen filmen. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, toen is ze weer gestopt. Ja, ja. Kijk, daar heb je verhuizers die aan het klooien zijn. Ja, aan het klooien. En daar heb je ook nog twee mannen staan. Ja, dat is handig. Dus die zijn lekker bezig aan het werk. En ik ben heel scherp, zeiden ze. Ik ben heel scherp. Dus ja, leuk. Lig je lekker, schat. Ja. In de schaduw is lekker, hè? Lekker, hè? Lig je lekker, meisje. Dat zijn de heren die nog steeds bezig zijn. Daar hebben we er ook één nog steeds. Kijk, wil je nou verhuizen? Ga dan naar verhuisbedrijf direct. Ja, precies dat. Ze zijn lekker bezig. En ik heb ook nog een nummer voor jullie. Moet ik even kijken of ik het helemaal goed heb. 070-214-9422. Via de vaste lijn. En anders ga je naar www.verhuisbedrijfdirect.nl. Dan heb je een hele goede service aan huis. Zoals je kan zien. Dat was een lekkere bocht, schat. Dat was een lekkere bocht. Nou, en die jij net maakte daar. Oh, die ik net maakte. Oh, ja. Okay. Maar mag je op en op een step waar geen kenteken op staat? Dat zou ze het niet doen. Nou, die komen we zo meteen wel tegen. Maar we gaan nu eerst even naar de Jum. Dan gaan we helemaal tanken weer vanmorgen. Ja, okay. En dan gaan we auto wassen. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee.
ga even kijken hoe en hoe het is. Het zou fijner zijn. Thank you.
Come on.
En hoe ziet het eruit? Huh? Hoe ziet hij eruit? Ja, ik vind hem nice. En tanken moet dat weer gebeuren. Jee, waarom hang ik niet daar neer? Oké, euro 95 gaan we erin knallen. Ja, moet ook gebeuren. Rodi is even lekker bezig. Dat is wel vies.
kijken. Ja, jullie hebben kunnen zien dat ik onze auto heb gewassen, helemaal zelf. In plaats van een autowasstraat dat het voor ons wordt gedaan. Maar nu heb ik het lekker zelf gedaan. En ja, ik ben tevreden. En dat dankzij mijn buurvrouw, die mij daarop heb geadviseerd heeft. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Dus ja, niet zo heel veel geld kwijt. En toch lekker onze auto schoon. Ja, wil jij het ook zeggen, schat? Wil jij het ook vertellen? Hè, draak? Oh ja. Ja. En Roderick is nu lekker met de hondjes aan het lopen. De eitjes die koken al even. Ik heb eventjes vlees gebakken. Die ga ik zo meteen nog even lekker opeten. Heerlijk. De eitjes kunnen nu uit. 1, 2, 3. Het is nou weer lekker rustig. Dus ja, en dan morgen even nog de laatste dingetjes. En dan gaan we ook weer morgen weer lekker naar de helder toe. Ja, alweer. Ja, gezellig. Ja. Vind ik leuk. Ja. Vind ik gewoon gezellig. Oh ja, kom dan. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Goed zo. Dus ik wacht op bro en ik ga ook lekker op tijd naar mijn bed. Want het is nu, mag ik niet liggen, ik ga weer even naar binnen. Het is nu bijna 10:30, dus Rodi zal er ook zo meteen dan wel weer aankomen. En dan is het lekker naar bed. En dan ga ik ook zo lekker naar bed. Dus lekker op tijd naar bed. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd even van de vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.